Wordt het niet eens dat jij je eerste echte horloge koopt? Ik heb een paar tips voor je. Dat ga ik doen aan de hand van mijn allereerste eigen horloge, de Humans Max Peel. Allereerst de wijzerplaat. Een tijdloos horloge kun je eigenlijk bij elke stijl dragen. Uiteraard ga je je horloge natuurlijk ook nog heel lang dragen als je ouder wordt. En misschien zelfs je kinderen ook nog eens een keertje. En dan wil je natuurlijk een tijdloze wijzerplaat. En niet een flashy apparaatje wat je eigenlijk na 2 jaar een beetje saai begint te vinden. Dan de horlogeband. Eigenlijk heb je maar 2 keuzes. Leer of staal. Staal is om je robuuste mannelijkheid te accentueren. En leer is voor de iets wat klassiekere man. Bij mijn jongens Max Biel had een kalfsleren band. En die is zelfs na 5 jaar gewoon nog perfect intact. En draagt ook eigenlijk stiekem wel wat lekkerder dan een alligatorband. Dan een hele belangrijke, de wijzerlengte. Dit is iets wat eigenlijk zelfs nog de allerbeste horlogemerken al wel eens fout doen. Je wil dat de uurwijzer precies onder de index vallen. En de minutenwijzer precies over de index. Wat is nou de index? Dat is de uuraanduiding. Binnenin het horloge, het uurwerk. Mocht je nog twijfelen, koop je sowieso een mechanisch horloge. Dat zijn tenminste de echte horloges. En laat je daarbij alsjeblieft niet misleiden door al te fanatieke juweliers. Je horloge hoeft echt niet heel gecompliceerd te zijn. Een simpel horloge is een horloge dat meestal langer loopt. Gecompliceerde horloges gaan gewoon sneller kapot. En aangezien je zeer waarschijnlijk nog wel een vrij levendige levensstijl hebt, kun je daar maar beter rekening mee houden. En dan heb ik nog 1 geheime tip. Wantrouw de prijs. Een horloge van 5500 euro lijkt een betere investering dan een horloge van 750 euro, zoals deze. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Voordat je nou direct naar de winkel gaat rennen, uit enthousiasme, een paar kleine dingetjes. Zorg dat je je keuze over een paar maanden spreidt. Zorg ervoor dat je een horlogemerk hebt met een goede betrouwbare afterservice. En zorg ervoor dat het een horloge is waarvan je denkt dat je hem ook nog zou dragen als je 50 bent. En tot slot, vergeet al deze tips. Uiteindelijk draait het maar om 1 ding, is dat je hart gaat tikken als een Zwitsers uurwerk zodra jij je horloge om je pols hebt. Zoals bij mij gebeurde toen ik deze Max Peel kocht.